Dit is de oude winkel van Jet van Iersel. Jet heeft tot haar 80ste in deze winkel gestaan. Is 2 jaar geleden overleden en we gaan deze winkel in originele staat terugbrengen. Oude winkeltje van Jetje van Iersel. Dat kent u nog? Dat ken ik nog, ja. Als je het ergens niet kon krijgen, Jetje had het. De winkel van Jetje zit in dit monumentale pand aan de oude Bredase weg. Er is ook nog een smederij. Verkeerd in bijzonder slechte staat. We gaan de smederij constructief in ieder geval aanpakken. En wat we er precies mee gaan doen met de ruimte, dat weten we nog niet. Het pand is zo'n 100 jaar oud en is gekocht door reclameman Jeroen van der Schenk. Het monument is gestript en wordt weer helemaal opgebouwd. Dat gebeurt door een bijzondere manier van samenwerking. Feitelijk gezien met dit pand overstijgen de restauratiekosten de waarde van het pand na restauratie. Dus dan moet je creatief zijn. Wij delen heel erg veel verhalen over de restauratie en verbinden met mensen lokaal en buiten Etten-Leur trouwens ook. En werken samen met bedrijven om deze restauratie voor elkaar te krijgen. Nou, hier zien we ambachtelijk voegers aan het werk. Wij helpen deze ambachtslieden met het naar buiten brengen van hun ambacht. En in ruil daarvoor helpen ze ons met de gevelrestauratie. Dat is een heel mooi voorbeeld van hoe die samenwerkingen werken in dit project. Ja, door deze samenwerking komen wij mooi in beeld en Jeroen krijgt zijn pand weer mooi. Ja. Dus het is een win-win situatie? Ja, zeker. Het pand werd door tientallen mensen bezocht. Ze waren onder de indruk. Ik denk wel dat dit de nieuwe manier is van samenwerking. Van komen tot samenwerking en uiteindelijk ook projecten realiseren. Over een kleine 2 jaar moet de renovatie klaar zijn. Dan is het een woonhuis en heeft het ook 2 bed-and-breakfast kamers.